Sophie Hermans, fractievoorzitter van de VVD, is recentelijk behoorlijk geïrriteerd geraakt door een incident met presentator Rutger Kastricum. Tijdens een interview maakte Kastricum een onhandige grap, die volgens hem zelf ontspoorde. De grap kwam tijdens een gesprek over CO2-uitstoot bij Tata Steel, waarin Hermans aangaf dat de overheid werkt aan maatwerkafspraken om de uitstoot te verminderen. Op dat moment onderbrak Rutger haar met de flauwe opmerking: minder, minder. Minder, verwijzend naar de beruchte uitspraak van Geert Wilders over Marokkanen. Rutger Kastricum, die ooit bekend stond als de scherpe en provocerende verslaggever van Pound, heeft in de afgelopen jaren een wat rustige rol aangenomen in de Nederlandse media. Echter, dit recente voorval doet vermoeden dat hij weer terugkeert naar zijn oude stijl van relschopperij, wellicht als gevolg van een midlife-crisis, zoals sommigen suggereren. Zijn provocatie leidde tot flinke irritatie bij Sophie Hermans, die duidelijk liet blijken dat zij dergelijke grapjes totaal ongepast vond. Dit incident vond plaats tegen de achtergrond van een breder ongemak binnen het kabinet. VVD-staatssecretaris Chris Jansen had namelijk eerder aangegeven dat hij nog steeds achter de minder Marokkane uitspraak van Geert Wilders stond. Hoewel hij zijn woorden inmiddels heeft teruggenomen, blijft er spanning bestaan over deze kwestie binnen de politieke arena. Castricum speelde hierop in door Hermans te provoceren met een zinspeling op de uitspraak, wat bij haar in het verkeerde keelgat schoot. Tijdens de inloop van de ministerraad op vrijdag, was Rutger Kastricum aanwezig om verslag te doen en zijn inmiddels beruchte etterende stijl van journalistiek weer op te pakken. In zijn talkshow De Oranje Zondag beschreef hij hoe hij Sophie Hermans sprak over de afspraken met Tata Stil omtrent de vermindering van CO2-uitstoot. Volgens Kastricum probeerde hij de sfeer wat luchtiger te maken met zijn grap, maar Hermans reageerde duidelijk geïrriteerd. Ze maakte meteen duidelijk dat ze de opmerking totaal ongepast vond en dat ze er niet lichtzinnig over wilde doen. In de beelden die Castricum vervolgens meenam naar de talkshow van Helene Hendricks, is te zien hoe Hermans het gesprek probeert terug te brengen naar serieuze zaken. Ze benadrukt dat het onderwerp van co 2 uitstoot geen plaats biedt voor flauwe grapjes en dat het beleid rondom Tata stil belangrijk is voor de toekomst van de klimaatplannen van het kabinet. Castricum bleef echter doorgaan met zijn speelse en provocerende houding. Wat uiteindelijk leidde tot een duidelijk boze reactie van Hermans. Ze maakte hem duidelijk dat ze geen enkele grap wilde maken over de context waarnaar hij verwees, waarna ze het gesprek abrupt beëindigde. Castricum leek verrast door de heftige reactie van Hermans en gaf in zijn show aan dat hij niet had verwacht dat ze zo geïrriteerd zou raken. Volgens hem was het een onschuldige, zei het flauwe grap, en hij vond het opvallend hoe gevoelig de kwestie nog steeds ligt binnen de ministerraad. Castricum suggereerde zelfs dat Hermans wellicht overdreven reageerde, zeker omdat zijn grapje volgens hem niet over een ernstige historische gebeurtenis ging, maar slechts een luchtige opmerking was. De discussie die volgde in de media maakte echter duidelijk dat Castricum's terugkeer naar zijn vroegere stijl van provoceren niet door iedereen gewaardeerd wordt. Veel mensen binnen en buiten de politiek lijken genoeg te hebben van dit soort journalistieke trucjes, vooral wanneer ze belangrijke en gevoelige kwesties zoals klimaatbeleid raken. Hermans scherpe reactie laat zien hoe serieus het kabinet dit onderwerp neemt, en dat er weinig ruimte is voor lichtzinnigheid of provocatie. Uiteindelijk heeft dit incident niet alleen duidelijk gemaakt dat Sophie Hermans geen geduld heeft voor kinderachtige grapjes, maar ook dat Rutger Kastricum weer aan het experimenteren is met zijn vroegere, controversiële journalistieke stijl. Of dit incident een opmaat is naar meer van dit soort botsingen tussen de media en de politiek, valt nog te bezien. Maar één ding is zeker. De provocerende aanpak van Castricum blijft voor de nodige ophef zorgen.